Ik ben Atta, op internet noemen ze me Icet. Ik heb een nieuwe telefoon en in mijn wanhopige zoektocht naar lekker, smug eten heb ik na 10 jaar nog altijd niks, maar dan ook echt niks gevonden. Soms twijfel ik er aan of ik mijn kat kan opeten. Maar ja, dan heb ik door dat dat niet mag en dat ze veel te lief is. Dus dan doe ik het niet. Dekker, shout-out naar Marcel, want hij is een fucking beast. En dan uh, rest mij alleen nog maar te zagen vergeet geen duimpje omhoog te doen als je het leuk vindt. Ik ben Icet, ik zou zeggen, let's go! Deze hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een goede dag of een slechte dag. I don't know. Ik weet alleen wel dat we alleen maar water kunnen drinken in dit huis. Over de rest is er niks om te eten, alleen maar fruit. En ik heb al twee bananen gegeten. Vandaag. Dus als ik er nog één eet, dan kan ik kakken zonder dat ik iets moet doen. Dan loopt de strand er gewoon uit. Dus uh, ik ga niet nog een banaan eten. En de video van vandaag gaat het hebben over iets heel speciaals. En dat is bekendheid. Bekendheden op YouTube die aan bekendheid verloren zijn. Want natuurlijk, als YouTuber doe je alles, hoor je. Kijkers, hoe langer je bezig bent, hoe beter je wordt, hoe groter je publiek wordt. Maar meestal vanaf al de YouTuber op zijn hoogtepunt komt en er niks echt meer verandert, kan het zijn dat een stort en dat er op een bepaald moment niemand meer naar hem kijkt. Vandaag gaan wij het hebben over YouTubers die hun bekendheid zijn verloren. Vooral YouTubers die nu, vandaag de dag, nog altijd actief zijn op YouTube. En die gewoon YouTubers die hebben gezegd: van hé, hey, ik ga ermee stoppen. Ja, yo joh. Er is geen top 10, top 5, top 47 lijstje die ik van internet heb gehaald. Nee, ik heb. Research gedaan. Oh, we are looking through the telescope. Ik heb zelf wat mensen gezocht die gekelderd zijn. En views. En likes. Let's go. Het geen doen op deze video. Als je het leuk vindt, ik ben zit En laten we hier gewoon meteen aan beginnen. Dus, Ik heb hier een heel mooi setje oortjes. De eerste YouTuber die we gaan bespreken is Whiteboy7street. Whiteboy7 was lang geleden. Black Ops 1, MW3-tijd. Hele grote Call of Duty YouTuber. Hij had, denk ik, een van de meeste subs ter wereld. En hij maakte Call of Duty-videos. En hij was daar bekend om. En hij was een van de enigen die dat deed. En hij was fucking awesome. Ik heb nog naar hem gekeken toen ik Black Ops 1 speelde. Dan keek ik ook naar C. en zo. Naarmate Call of Duty bekender en bekender begon te worden op internet, begonnen er ook veel meer mensen het te recorden. En begonnen veel meer mensen het op te nemen en op YouTube te zetten en Blablabla. Omdat Whiteboy 7 Street een beetje anders is dan de meeste andere YouTubers, zijn veel mensen van hem afgehaakt. Want hij had een erg oud publiek. Ik denk dat hij een leeftijdscategorie had van 16 tot 18 jaar of zo. Hij is dan ook een keer opgepakt voor cocaïne of zo. Zijn channel is op dit moment zo dood als, als, als iets dood kan zijn. Hij heeft op dit moment gewoon nog altijd meer dan 2 miljoen subscribers. Maar hij haalt mijn moeite meer dan 10.000 views per video. En dat is gewoon kut. Maar ja, oké. Okay. Let's go volgende YouTuber. Hij is een YouTuber die begonnen is in het begin van de de kern van YouTube. Ik ken hem van iCarly. En waarschijnlijk gaan sommige mensen van jullie nu al weten: van. Oh, it's that guy. Maar dus, het is Fred. En ik kan jullie eerlijk zeggen: ik vond Fred vroeger nooit leuk om naar te kijken op YouTube. Hij was de eerste YouTuber die een miljoen heeft gehaald. Hij was fucking bekend. Zijn video's sloegen helemaal nergens op. Maar hij was speciaal in die tijd. En blijkbaar houden mensen van speciaal. Omdat Fred zo groot was. En echt een van de eerste mensen was die echt een bekendheid werd door YouTube. Heeft TV hem opgemerkt. En zijn meer naar televisie gegaan. Heeft zijn channel verwaarloosd. Shit like that. Maar zijn channel is nog altijd actief. De een of andere reden: dus nu allemaal stomme kut dingen met kinderen op zijn video's. Die shit haalt amper 10.000 views. Zijn channel heeft gewoon nog altijd 2 miljoen en zoveel subs. Maar door die stomme kut video's die veel te commercieel zijn op zijn channel. Ja. Video's worden slecht bekeken. Krijgen slecht. De likes en ja, mm -hmm, dood as fuck. De volgende YouTuber in ons lijstje was vroeger gewoon een van mijn favoriete YouTubers en het is heel raar om ja, nu zo te praten over hem. En dat is Minnesota Burns. Hij was een beetje de voorganger van Vanos en hij maakte geweldige trolls op Call of Duty. Hij was fucking geniaal, hij deed altijd dingen met een stemmetje waardoor hij dan Angry Grandpa, Angry, allemaal fucking vette dingen deed en dat was gewoon super geniaal. Tijn channel is dood gaan om een paar hele specifieke redenen. Doordat Skype heel bekender werd en populairder werd, ging Minder mensen een headset gebruiken Waardoor je minder snel mensen kan trollen online En wel, ja, waardoor het eigenlijk bijna onmogelijk wordt Om te communiceren met mensen online Ook is hij andere dingen proberen doen dan Call of Duty En, ja, dat sloeg ook helemaal nergens op Dat ging op Omegle zo En, ja, die video's sloegen ook helemaal niet aan Mensen waren op zijn channel en ervoor de Call of Duty trolls En ineens waren die weg Kan natuurlijk ook door gewoon aan liggen dat Black Ops 2 Het beste Call of Duty spel ooit was om dingen op te doen En dan kwam Ghost Dan kwam Advanced Warfare En dan kwam Black Ops 3! Ah! Dus ja, laten we het beste hopen voor de trollers. Maar Minnesota Burns, hij is nog altijd actief op zijn YouTube-channel. heeft ook gewoon nog 2 miljoen en zoveel subscribers. Ze hebben blijkbaar allemaal 2 miljoen subs. Misschien is 2 miljoen het vreselijkste getal dat je kan hebben. Maar oké, okay, de video's vroeger waren geniaal. En ja, ik heb laatst nog een paar video's van hem gekeken. Ik probeerde te trollen nog altijd, maar... Nou, nah. oh, jammer voor die gozer. volgende YouTuber is iemand die we sowieso allemaal kennen. En ik ben zeker dat iedereen die daar zit te kijken, ook okay. jij ook jij. Iedereen kent hem, want je ziet hem overal. Je ziet hem niet alleen op YouTube, maar ook. eigenlijk zie je hem gewoon overal. En dat is Ray William Johnson. Ray William Johnson is sowieso, denk ik, een van de eerste YouTubers die echt YouTuber is geworden op YouTube. Wat jullie moeten weten is, vroeger op YouTube waren er niet echt YouTubers. Het was dan gewoon upload video's van dingen die je wel op internet krijgt. Meestal zijn dat ja, zo een beetje fail video's. Dingen die je gewoon filmt in het dagelijkse leven. Zo is shit. Nu spreek ik echt van het begin, begin, begin destijds YouTube. Toen kwam er één geniale man om het idee om de beste, leukste video's in één video te gooien en ze dan te bekommentariëren. Dat was Ray William Johnson en Equals 3. Onze fucking leuke serie waarin hij dus viral video's ging bespreken, uitleggen wat er gebeurde, ging ze showcaseen en zo knalde hij ze eigenlijk nog eens verder in de wereld. Door zoiets te doen, ja, door zoiets te doen is hij eigenlijk groot geworden en iedereen hield van zijn video's. Op een bepaald moment, dat hij zei, fuck this, I'm Audi, en hij was weg. Hij heeft gewoon zijn channel daar gelaten en hij is ermee gestopt. Hij heeft andere mensen en gehuurd om zijn series verder te zetten. In het begin wel redelijk aan en dat ging wel oké. Okay, dat ze dan nog een keer vervangen hebben en nu is eigenlijk heel die Equals 3 in show van Consex. En allemaal slechte, goedkope acteurs. En het publiek houdt ook gewoon niet van die videos. Waar je ziet aan de likes en de dislikes. Dat gewoon, ja, blech. Ik heb nog altijd gewoon meer dan 10 miljoen subscribers. En zijn video's krijgen ook wel redelijke views. Maar ja, je moet gewoon eens naar een paar video's kijken. En dit letten. Dit gaat er fucking over. Ik snap niet waar die mensen de motivatie vinden om verder te doen. wow, wow, wow. Die channels zijn gewoon echt morsdood. Ik hoop dat het mij nooit zou gebeuren. En als het zou gebeuren, nou ja, oké. Okay. Er zijn natuurlijk ook YouTubers dicht. Bij huis die hetzelfde meemaken. er zijn, ik kan nu ook gewoon een paar Nederlandse YouTubers opnoemen die stelletjes aan gewoon doodhand gaan zijn. Kijk hey, jongens, doe zeker een lijnpje omhoog, subscribe als je dat nog niet hebt gedaan, laat een commentje achter en zorg ervoor dat mijn channel niet blandt op de YouTube graafplaats tussen deze YouTubers. Dus ik ben Hijs zit en ik zou zeggen adios! Een beetje.